allebei had je een zwarte militaire jas aan. Ja. Dat weet ik, herinner ik me nog. En je haren waren nog half kort, want je was betrekt kort te voeren in Duitsland nog kaal geknipt uit straf in het kamp. Ja. En toen sloeg het bij mij, sloeg het toe. Ik werd verliefd. Ja, poepsie, poepsie, lideetje. Ja, goed. Om 8 uur werd er gebeld en ik stond al op de trap. Ik ben naar boven gevlucht en toen bleek dat de zolderkamerdeur open was. Mm-hmm. Toen ben ik daar naar binnen geglipt, daar ben ik onder het bed gekropen. En toen ik dus beneden kwam, waren ze weg allemaal. En ik heb een zusje gehad die met mijn ouders mee gedeporteerd is en is omgebracht. Waar ik me schuldig voor voel, is dat het me niet gelukt is om haar te motiveren om ook mee naar boven te gaan. Auschwitzdag was voor mij was het eindstation. Ik was altijd bang van zij vandaag en morgen ik misschien. Toen werden we in feite van de ene kant van Duitsland naar de andere kant van Duitsland gesleept. Als het niet meer ging, dan werden ze inderdaad afgemaakt. Het zijn afgrijzelijke dingen die je dan om je heen ziet gebeuren. Iedere verjaardag, kan ik me herinneren, ging het 5 minuten over het weer en misschien 3 minuten over eten en hup, daar was de oorlog. En daar zat je tussen. Dus ja, dit is met de paplepel ingegoten. En je voelde je een nul, want je had het niet meegemaakt, dus je kon er ook niet over meepraten. Maar ik voelde het voor mezelf als beklemmend. Letterlijk de distantie scheppen heeft voor mij een goede uitwerking gehad. Dat ik die beklemmende situatie, dat ik die altijd oorlog aan tafel, dat ik dat achter me heb kunnen laten. Dat is heel pijnlijk geweest. Dat is heel pijnlijk geweest. En wat herinner je? Ik heb jou gevraagd over waarom heb je zusje niet gered. Ja, dat is het. Ja. En van een kind, van een klein kind is dat iets misschien wat heel logisch is om te vragen. Want zijn vader die is de held en de Superman en zo. En als hij zelfs een meisje van 14 niet kan redden, dan kan hij mij ook niet redden. Maar ja, dat heb ik wel heel goed begrepen. Maar jouw reactie erop was dusdanig dat ik dus niet meer vroeg.